Joje, welkom Stoffels. Ik ga vandaag naar de autorij met mijn neef. Dus wij gaan even spullen pakken om weg te gaan. Ik zei ook, ik ga naar de autorij met mijn neef en ik neem deze batterijen mee. Want die kun je inleveren bij de stand van lege batterijen. Bij de stand van lege batterijen. En dan kun je een weekend in een. Kijken, dan kun je een weekend in een elektrische auto winnen. Dus deze nemen we even mee. Dus deze nemen we mee. Dit moet ik ook niet vergeten, de kaartjes, want anders kom ik niet eens naar binnen. Dus.
Let's go! Oké, pak je fiets en wegwezen. Oké, we gaan er vandoor. We checken hier zo tot straks, hè, bij de autorij. Laters, autogenoten! Zet die brug weer open. Niet te geloven. Nou, schiet eens op, man. Ik heb niet de hele avond de tijd. We moeten wachten voor de brug. Jong, jong, altijd hetzelfde liedje. Yes. Zo, op naar de autorij. Let's go! Ik ga mijn fiets even losmaken. Tot straks bij de autorij. Laters. Jee, welkom, Mr. Vlogs. We zijn bij de autorij. En ik ben heel erg benieuwd wat voor nieuwe modellen er straks zijn. Zullen we zien? Nee, het is wel goed dat je vlogt, maar dan moeten we uitkijken waar je loopt. Hallo. Ja. Veel plezier. Ja, dankjewel.
Nou. Huh? Ja, dat is niet nodig. Even kijken of ze ergens een... oh daar, platte grond. Hey, handig platte grond. Wow, is een hele grote plattegrond. Nee. Volgens mij zijn we wel de hele avond zoet. Zoals ik het zo mag zien. Wauw. Wow, mooie auto man. Mooi, hè? Mooie auto. Ja. We zitten hier in een hele mooie auto. Een soort Amerikaanse auto-achtig model. Ja, dat is het. Ik zou voor het stuur zitten. Hallo. Ja. Oh. Dat was hoog. Ik zeg dat opstapje heb je echt nodig. Nou, rij met die handel. Nou ja, grapje. Ja. Mooi dingetje. Kijk op voor te zitten. Zo. Wel een mooie auto, hè? Ja. Alleen ik heb geen rijbewijs. Eigenlijk wisselen. Wisselen? Ja, ik heb wel rijbewijs. Ja, maar daar heb ik niks aan. Oh, oké. Okay. Ah, misschien binnenkort, in de toekomst. Je weet maar nooit. Ja, zo is dat. Ja. Wat kost nou zo'n auto? Deze? Ja. 15.000 euro, mag ik meenemen. Echt? Oh, dat is heel goedkoop. Heel goedkoop?
Nou ja, meestal kost het wat duurder in de auto. Leg, leg jij het erna? Ik leg het niet zo even neer. Nee, nee, nee. Het is gewoon een. Niks. Eigenlijk. Oh, misschien nog onder me. Er zit nog wel wat onder. Nee, niks. Er zit nog wel wat onder. Kijk hoe hard hij gaat. U behoort tot de verkoopafdeling? Nee, zeker niet. Huh? Oh. Wilt u hem van me kopen? Ik wil hem van nu kopen. Ik moet hem enkel even passen. Je denkt niet dat u... Oh ja, man. Dat kan. Ik vind dit al een beetje laag. Oh, jammer dat je knopjes niet werken. Zo. Ja, dit werkt. Ben jij een liefhebber van de rem? Van de rem? De ram, hij schrijft hier, maar het is een rem. Herken, ja. Hoezo? Nou, omdat je dus zo zit te fotograferen. Oh, ja, nee, dat doe ik altijd. Ik ga even een filmpje maken. Het is. Ja, dat is een strand. Een aantal filmpjes zien, daar stel ik een vraag over. En keuze A of keuze B. En voor je het weet heb je de prijs te pakken. Oh ja? En de poort staat open, en dan denk ik druk te worden. Dat is leuk, dat is goed. Dat willen wij. We doen even de poort dicht. Even de balans op. Ja, als je
geen positie hebben, dan pak je nog een keer zo. De deur is dicht. De vliegen. Auto gekken. Staan we naar de set. En door de muziek kan even niet starten. En dat gaat dan wel. Ja, wat die daar doet, weet ik niet. Oh, op die fiets. We zitten nu in een nieuwe Lexus en Will.i.am van de Black Eyed Peas, die rijdt daar ook in. Zag ik in staan op een bord ergens, een spandoek. Dus het is een mooie auto, ik zou hem wel hebben. Maar ik heb geen rijbewijs. Dus dan maar joy rijden. Nee. Wauw, mooi, voer automatisch, wauw. Echt Lexus. Nog iets. Wat zit er allemaal onder? Nee. Gaarnig dingetje. Zou wel een duur prijskaartje aan zitten. Kompas. Ik weet niet wat het is. Ja, een kompas. Wat moet je nou met een kompas in de auto, man? Is toch niet nodig? Overbodige luxe, man. Allemaal mooi in het leer en strak. Ja, dat doet voor mij niet, een kompas. Ja, het zit lekker. Het zit goed. Ja, je kan eigenlijk bijna zo in wegrijden. Alleen ik hou meer van iets hoger. Dat je iets hoger zit, net als in een stationcar. Maar ja, hij rijdt niet slecht. Tenminste, hij zit niet slecht. Hoe die rijdt, weet ik niet nog, hè. Ja. We gaan even verder kijken. Wauw. Echt vet. Meer dan 150 auto's.
via RacePlanet.nl. Stil op RacePlanet.nl. Merk zou het zijn? Ja, maar, ja, maar welk merk is het? Als je het merk raadt, dan krijg je deze autoset onderaan de reacties. En dan win je deze auto. DS Hybrid volgens mij. Automobiel. Oh nee, het is toch geen Duitse, hè? Oh, en woon je in een glasvezelgebied, dan is de eerste 6 maanden inclusief gratis. Ja, deze zou ik wel willen hebben. Ik moet binnenkort maar eens rijles gaan nemen. Ja, jongen, misschien wordt het niet eens tijd voor een rijles, jongen. Goed plan, jongen. Doen we. Wanneer ga je beginnen, jongen? Fijn dat jij Sam voor voetbal kon halen, maar hoe vaak moet ik nou nog zeggen dat je die stinkende sportkleren niet in de auto moet laten liggen? Die zit al lang in de was. Voorkom onfrisse luchtjes in de auto. Doe nu de gratis airco-check bij uw Renault dealer. Kijk voor meer informatie op Nee, maar gaat een beetje stroef. Poetenel. Wauw. Oh ja. Allemaal leer. Melkweg. Heb je er wel een raket bij je? In de Melkweg heb je wel een raket? Ja, dat zeg ik dan, de Melkweg. Nou, blijf hier gewoon zitten, tot morgen. Wat is dat? Kachel? Ja, dat is niet echt warm, man. Hallo. Nee, het is je bloed heet, man. Dit zijn wel aan licht. Volgens D66 en SP geen oplossing omdat illegale daarna weer gaan zwerven. Geert Wilders zegt dat door de zwakke knieën van de VVD het asielbeleid... Zwakke knieën? Experts die zich bezighouden met de identificatie van MH17 slachtoffers hebben een collega voorlopig uit het team gezet. De patholoog Anatom had op een link.